Sinds 1 januari is dit hier bemoeit de oerhiet hem net meer met de prijzen en tarieven in de farmaceutische zorg. De aptekers en zorgverzekerders moeten normaal koor bepalen wat er betalen wordt van medicijn. Maar even een aantal Friese aptekers is er van goed hoe lees geen sprake en willen tarieven en prijzen oplijn. Normaal is de apotheker een overeenkomst sluiten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Waar de meesten verzekerd binnen. Wat wij dan leveren om medicijn en onziensten, dat declareren we bij de zorgverzekeraar. Die bepaalt dan inderdaad wat wij voor ons werk krijgen. Nou, mijn apotheek moet zelfstandig met die zorgverzekeraar dat contract omgaan. Dus wij staan eigenlijk een beetje alleenig tegenover die hele machtige zorgverzekeraar. Bij de apotheek in Boetenpost denken ze dat door de nieuwe werkwijze er volle minder geld verdienen wordt. Geert het zat dan moet er maar minder personeel werken worden. Maar dat geeft wet ten koste van de service en kwaliteit van de zorg. Meestal kan een broekertje in het een heel soort medicijnen naast een wandel. En met wel op tasje worden dat al je een goede combinatie en een goede dosering dienen wordt. Nou, dat soort dingen, dat doet een apotheek, die zit erop daar. En daar moet voldoende tijd voor blijven om dat goed te doen. De herhaalgesprekken was tussen zorgverzekerders en apothekers over het probleem, maar dat had onnota niet opsmieten.